En de eerste twee die zitten hier bij mij. Goedenavond, heren. Stel jullie eens even kort voor. Begint zo, Walter? Ja, laat eruit, zullen we maar beginnen. Ik ben Walter Derks. Geboortig van de hele baan. En al nieuw 25 jaar bij deze jongen bezig. Gewoon gekkigheid, alwoorderij. En spas en plezier maken. Los papa's, Hanverduffer, hè? En de Hanverduffer, los papa's. Ja. Ik ben ook een van de jongens van Los Papa's. En mijn naam is Louis Jansen. Ik ben net zo lang als de Walter erbij. Gaan we het griezer horen wie dem. Maar dat komt door alle zorgen die ik met die jongens altijd met me kreeg. Namelijk, want ik doe nog een stuk PR. En dat is wel eens sleutelen met al die jongens. Maar vier jongens van de hele baan zijn trots om hier te mogen zien. Ja. Jongens, even terug naar de historie van Los Papa's. Ja. Wij kunnen daar mee iets over vertellen. Laat ik door de spits maar even afweten. Ik ben eigenlijk al, wat ik al zei, niet het langste erbij. Mm-hmm. Op hele baan houden ze de school. De lagere school, Sint-Jozef-school. Dat is naderhand is dat de windwijzer worden. Ja. Dat wordt de meester Maas, dat wordt de hoofd der school. En die vond het prachtig om een revue te maken voor de kinderen met carnaval. Mm-hmm. En op een gegeven moment wordt gevraagd aan de papa's en de mama's of die ook met dogen en een nummerke konden doen op de bühne met die kinderen, gedansjes. En welk jaar was dat? Dat is dan in de jaren 93, 94 geweest. Dat is de eerste keer dat het eigenlijk als Los Papa's op de wereld is komen. Wordt toen een gans andere samenstelling. Het mochten toen ook alleen maar de papa's van de kinger van de lagere school zien. Dat hebben we eigenlijk in de loop der jaren ook een beetje laten varen. Er worden zelfs ook Los Mama's. Mm-hmm. Ja, want de mama's die dogen dat ook. Dat is naderhand ook in een ander groepje overgegangen. En veel zijn eigenlijk gaandeweg van een beetje cabaret en muziek met dansjes en de kinger. Zit voor eigenlijk langzaamaan geëvolueerd tot je hebt meer cabaretachtig, maar dan voor een ander publiek, het ouder publiek. Mm-hmm. Ja, dan zitten we toch meer in de zorgcentra en bejaardentehuizen ook. En we moeten ook gevraagd links en rechts bij carnavalsverenigingen. Maar dat wordt in het beginjaar wordt eigenlijk, je hebt muziek, je hebt plekken, je hebt knippen, je hebt dansjes erbij, een beetje amateuristisch. Verhouden aan, je hebt oude jazz en oude kleier, wat je hebt met dogen. En eigenlijk is dat van gaandeweg eigenlijk uitgegroeid tot steeds het professioneler. Op een gegeven moment hebben we dus echt een vrouw erbij gehad die ons pasjes leerde, want die had jarenlang dansmariekes getraind. Ja, maar dat was rond 2000 volgens mij. Dan zit er vooral werk aan het stuk. Dat is even hoe ze de zeven, laten we maar zeggen, magere jaren zo'n beetje gehad en dan komen de vetten wat. Ja, dus het vergeet professioneler worden en toen worden ook de, laat ik zeggen, de kleding en de acts, die vrouwen worden ook leuker en professioneler en niet meer op een pleertje gaat nog proberen te doen. Een pleertje. Zo overigens een pleertje erin van Los Papa's. Het allereerste pleertje. Witse werden we wel. Ja, en daar houden we eigenlijk ook nog best veel succes mee. Gans veel succes. Ja. En gewoon, spontaan geboren, naar een studio gegaan, jongens, wat gaan we doen? Nee, we zijn toen met de Lyon. Dat wordt in de Oogliet geschreven. En die zei altijd van, jongens, je moet gewoon zingen. Je zit zo'n spasclub, je zit zo gezellig. Je hebt zo'n leuke stemmen aan de bar. En ik heb een leuk liedje voor je. Ja. En als je dat dan doet en dan een beetje kwats erbij, dan komt dat uitstekend. Nou ja, weet je, het wordt op de hele baan toen, het liedjesconcours. En we zijn dan in een perfecte derde plek. We zijn daar geëindigd. Het houdt net veel gescheeld of we worden eerste geworden. Maar als ze dat liedje heurt, dan weet ze ook waarvoor ze goed horen. Ja, voor hun is loesteren. Ja. Weet ze wat ze werden wel van Los Papa's. Hey, weet ze wat ze werden wel. Een schooiboy met pekske, gemak van eigen stof, door Hannig aangedacht. Groot rijdag alle nui, de hengende lok en zedens in de lach.
was ideaal. Niet ganse wilde plannen. En stoorn ik niet te raar, is verborgen niet gespannen. Maar dat is wie of wat, dat ik dan gewoon. Geluk maar dat ik dan daarop verdrijd daar stoom. Wensen doen wat ze werden wel. Jongens, ja. Jongens, wat een geweldig nummer voor de allereerste keer wie er dat toegedoor had. Ja, dat vonden veel oog. Ja. Vooral al dat stuk was ze dan eigenlijk in een praatweuren, in een cowboy. De wist het eigenlijk net. Hè, ja, soms. En een stond veel ze met de optocht met het geest, denkt ze, wat zou mij van de kloemel eigenlijk aandoen? Ja. Dit is het ook. Hè, en dat wordt toen op de hele baan, ik kan me dat nog goed herinneren. Dat wordt toen het liedjesconcours voor Vanuit de Wingbullen. Mm-hmm. En dat wordt geweldig. Veel lui van de hele baan worden door. Bomvol in de zaal. En vier jongens van de hele baan gaven door als eerste optreden. Op het laatst, de zaal kolkte gewoon van enthousiasme. Wat houdt er toen bijvoorbeeld voor kleding aan? Want u kennende, u houdt fantastische kleding. En wellicht dat ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Toen houden we dit aan. We houden in een danveuros zitten. Louis, laat de jongens even kijken. Laat de jongens even. Pas op, let op. Dat gaat al Louis met de jongens. Let op, kijk de kumper. Kijk eens door. Oh, dat kind van in een beeld. Kijk eens door. Ja. Ze zijn in beeld. Houd er Gert toen ook volgens Michala. Ja. Want hij wist gaar net of er kloon was weer of indiaan. En we hebben hem gewoon tijdens de acte voor hem verseerd. Oh, je dacht aangekleed. Ja, we hebben aangekleed. Ja. Maar Ger wordt ook helemaal degene die een later wordt. Dus ze had echt muzikaal gehoor van heb ik jou daar. Welke Ger is dat? Ger Wagemans. Maar ik ging reclame maken, maar... Ja. Maar neem ze even allemaal, de mannen. Want de afhaardiging van vier is vanavond hier. Kijkers en luisteraars. In de vorm van Walter Derks, die u daar met die grijze haren ziet. En dan loop je ook met de grijze horen. Met de bril op. En zometeen nog Tibert Lagarde en Jacques Vinken. En de Angermannen, neem die ook even, want die huren natuurlijk ook bij je los, papa's. Ja. We hebben er Wil Meesen. Die is eigenlijk de laatste die erbij is gekomen. De hand voor onze Henk. Henk van Hertrooy. Ja. Is ook in de zo gek is wie een shop, maar dan kunt op volgens mij gewoon omdat er het vaarlijke werk komt. En dan we hebben nog meer. Joho Biers. Mm-hmm. Dat is toch technische man? Ja, die zijn nog wichtig, wat? Die zijn nog wichtig. Van alles aan die lasje en weet ik wat doen denken, wat voor onderweg aan hulpmiddelen nu, die gaan we. En de Hans, onze lange. Hans Kroon net te verdenken, is ook eigenlijk voor hem toen benaderd aan zijn vrouw dacht, dat ga je ten nooit doen. Niks voor de hand. Nee, dat is niks voor de hand. Ze moet ze nee doen. Vroeg hem nu maar nee. Nou, toch gevraagd. En veel worden gestopt met de vraag, gaf hij een antwoord. Mm-hmm. Van, joh, ik wil. En Hans, de werkt door het ganse land en op het Belgisch. En als het kind, dan komt hij gewoon iedere keer naar de proef. Ja. En dan hand voor nog onze koelie. De Jo Hendricks. Ja. Dat noemen we het Krouw. Ja. Maar dat is de crew van ons. Die wil niet op het podium, die wil niet zingen, die wil niet optrainen. Die deed alleen achter de schermen. Achter ons aanrennen, alles brengen, opruimen. Maar die zijn toch Jans wichtig. Die zijn het allerbelangrijkste. En hij zorgt dat voor een tablet beer op een tijd krijgen. Allee. Dus, helaas kost er jou vanavond net. Ja.
Ja, maar daar houden we ook veel stond van moeten maken. Jee, want dan houden ze 2-2 en 2-2 en houden ze nog en over. Ja, ah, oh, ja. Nee, dat klopt ook weer. Nee. Hé hey jongens, tweede nummer overhand voor u. We hebben er 4 vanavond. Tweede nummer overhand voor u. De Vaste Lovensklant. Wat kan dat over zagen? Ja, de Vaste Lovensklant. Dat is eigenlijk immers die zich al. Iedere dag als al Vaste Lovens voorbij is, zich weer begint te verruien. Mm-hmm. Op de nieuwe Vaste Lovend. Mm-hmm. En dat is in het als eerste eigenlijk de boet versierd had. En dat is de eerste die weet eigenlijk wat er aan moet doen. Mm-hmm. Het is de eerste die als ergens gaat te doen is, vooraan staat. Het is immer. Carnaval vieren is eigenlijk zijn levensmotto. Het prototype van een carnavalsvierder in harts en nieren. Ja. Allee dat. Door Vaste Lovensklant van Los Papa's. En zometeen, dan moeten we natuurlijk even alles gaan ontsmetten. Want de volgende twee gasten, die moeten natuurlijk ook hier aan tafel komen. En voor de micro komen. En dan moeten we toch eens even aan al die regeltjes houden. Parkstad. RTV Parkstad. Es doch der Tüterführer, wir schwingen ohne Möte Heide den Quera. Der bislang blieb her, doch fast der Laufen treu, 24-7 und werde doch nun neu. Wer ist heid, doch der König der Lieb, wer sich als erste der Würde in der Weg, ein Hinter als erste der Fahnen ruht. Wer hielt das Schick verkleid durch die Schönheit? Wir beten einen Morgen Engel, oh Vaste, 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 Lodestand. Wir beten einen Morgen Engel, oh Vaste, 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 Lodestand. Wer steht für die Kamera zu springen, steht welcher Mann mit dem Foto in den Kamm. Wer will alle Liedjes mit dir singen, doch Vaste, Vaste, Lovensklant. U had graag al je hoed en je ziet door Walter Derks en door Louis Jansen. En nun is bij mij aangeschoven. Mannen, stel u even kort voor. Ik ben de Tibor Legarde. En ik ben al een hele tijd bij Las Papas. Mm-hmm. Ik ben niet geboren op de hele baan, maar lang gewoond op de hele baan. Wel nog de zaak op de hele baan. Maar nog altijd in hart en nieren en van Los Papas. Hele baan. Hele baan. Ja, ik ben er Jacques Vinke. Met 54 jaar. Ik ben er Benjamin van Los Papas. Door Benjamin. Zie je lekker. De slimste, de serieuze, maar ook knapste. Dat is alle dat is zo gewoon. Dat houdt ze natuurlijk al meteen gedaan. Ja, ik ben eigenlijk voor het serieuzer gedeelte. Ben ik ah, oké. Okay. Het lukt ze niet echt goed, maar moet ik echt zeggen. Ja. Maar het kunt goed. Ja, doe je eens. Ja, schaap je dat draaigestil van gaat. Ja. Mannen, Tibor Legarde, man. Wie bist u oorspronkelijk bij Los Papas terecht komen? Dat bist ook in de van de allereerste uur zo ongeveer, man. Nee, het allereerste uur, maar wel later ben je aangetrokken. Mm-hmm. Met name toen het van de scholen doorontwikkelde naar het serieuzer werk, het professioneler werk. Mm-hmm. Wordt er gevraagd voor grote dameszittingen. Ja, en op dat moment ben ik eigenlijk erin gekomen. En dat wordt ook alleen maar een verdere doorontwikkeling van de professionaliteit van de Los Papas. Ja, en logisch dat manslui voor een damesitzing je voor werden, wa? Ja, zeker. Niet voor een herenzitting, dat had voor één keer gedaan. Dat was, zal ik zeggen, geen succes. Zullen van de buren afgefloten. Wie zullen we spreken wel. Maar ja. Dameszittingen, ja, daar zijn we echt voor geboren. We hebben echt wel vaker dameszittingen gehad, waarover de stiemingen eens brachten, waarover alles op tafel kregen, waar je iedereen eens begon te bewegen. Als weer opkomt, gaan we voor een eigen optredenmars ervoor. Mm-hmm. En dat wordt zo populaire muziek. Dat kost je kreeg niet angst dan om mee te bewegen. Mm-hmm. En dat wordt altijd één spektakel. Dan hebben we de optreden. En op het einde holden we immer 20, 30, 40 vrouwen de bühne op. Om een bepaalde act samen te doen. Nou, dat wordt hilariteit aan top. Ja, maar Tibor, ik weet niet wat zo ervan vindt, Jacques, maar hij kalt in de verleden tijd, hè? Dat wil ik eigenlijk niet, maar, want Los Papas besteedt nog immer. Hè? Ja, zeker. Ja, op een gegeven moment beginnen we sommigen, we maken net zo, begint de lefty te spelen.
En ja, de kneuk doet het niet meer zo goed. Met magnets, hoe ja, 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 ik ben er Benjamin. Ja. Ik ga gewoon nog over hek en schroeg en over beug. Dus het is inmiddels wel bonsai-bumpjes geworden, moet ik eerlijk zeggen. En ja, en toen zijn we eigenlijk, wie er Loebje Vuur in ons zag, op dat zingen terechtgekomen. Mm-hmm. Want bij ons is het Nederlands super tijdens het optreden. Maar vooral nog ter vuur en nog ter no. Mm-hmm. Dus we waren immer aan het zingen en nou horen. En toen hoed, ja, toen hoed ze een keer zingen. En dan zat er modder een schep mee toe. Nu zijn we inmiddels wereldberoemd. Vingen vanzelf. En ja, dat nou, heel goed zingen, moet ik zeggen. Vingen we ook zelf, voornamelijk. Ja. Hey, maar ja, het Jan van Oog, succes met het geworden. Waar zijn er dan internationaal doorgebroken? Nou, met Los Papas de eerste fase, hè, met optreden. En voor zelfs een internationaal karakter kunnen afgeven. Vertel, Tibor, vertel! Ja, dat zal ik straks vertellen. In België opgetronen, dat was fantastisch. Mm-hmm. Maar uniek voor Duitsland. Moest ik veel zeggen, wat veel doen, dat is eigenlijk het woord mannenballet. Mm-hmm. Maar mannenballet in Duitsland, dat is topsport. Mm-hmm. Door trainen echt jong lui. La cascadeur. Precies, drie hoog, vier hoog opstapelen. Ja, 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 ja. En veel route uitgenodigd op een grote mannenballet competitie in Duitsland. Ja, ik weet het, ik zal het nu maar vergeten. En in Duitsland moesten ze zich opstellen. Achter de streep, mm-hmm, niet voor de streep, niet naar de streep. En dan moesten ze in een mars opkomen. Mm-hmm. Wie was dat deed. En we komen toch, vanuit alle kanten van de zaal komen we op. Ja. We komen over de bureaus van de jury geklommen. Die jury die schrok zich kapot, wat er gebeurde. We hadden bij voorkeur al -4 punten volgens mij te vuur, omdat de opkomst niet groot wordt. Maar uiteindelijk altijd 7e geworden. Mm-hmm. En een ervaring moest ik voorstellen. Wanneer wordt dat? Ja, de laatste keer. We hebben dat 3 keer gedaan. Ja. Oh, dan zijn er nog duikerige vragen geworden. Ja, echt een competitie, de jury werd gans Duitsland ingevlogen. Ja. En dat is ongelooflijk. Er zitten dan op zijn oven 1200 man in zijn tent. Wieveel? 1300 man. Allee, ja. Echt. Jacques, dat wordt een sfeer. Ja, dat kunnen we in Nederland niet nodig doen. Hey, jongens, Looster Sfeer, leuk. Dit al gehoord te hebben. Wat vliegt toch de tijd? En dat gebeurt hij nu ook in het interview. Dus ik wil even geen muziek hebben. En ja, wat vliegt de tijd van Los Papas? Wat kent er dan van zagen? Ja, de titel zei het genoeg, hè? Ja. Als vier jaar met gebezen zijn, de tijd is er weer om voor het van de gaten hebben. Ja. We gaan moeten voor een heen, het is, laatste putje beer. Ik ga nu duidelijk genoeg gezien. Ik vond het allemaal geweldig. Het was zeer amusant, zeer lachwekkend. In de gunstigste zin van het woord natuurlijk. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het was eigenlijk de bedoeling voor serieus over te komen. Maar dat is wel, helaas wel net gelukt, begreep ik. Nee, nou, voor jullie even, want dan is vlucht de titels voet. Ja. 89.2 FM. Door de winter en het vuur, door zomer en de herfst, is het die griep je vaste loren. Het vierde jonge team moet weer een kreuk komen weer aan weg. Een schoon de weg. Door dat makkels werd het een kind, zo gruut en zo blieb. Wat vlucht op die blieb, die is me heel erg vergeten. En heb ze u maar niet geleerd, dan heb ze me gespied. Wat vlucht op die blieb, als het mis is alles al geloofd. Als een vierde dan werd blieb, wat was het niet? Wat kost het niet, ik was verloren, stil die persoon. Wat kost het niet, ik was verloren, stil die persoon. Stil die persoon. Wat kost het niet, ik was verloren, stil die persoon. Stil die persoon. Wat kost het niet, ik was verloren, stil die persoon. Ja, en wij kunnen hier naar buiten kijken. Ik ga toch even op zijn Nederlands. Wij kunnen hier naar buiten kijken door het raam van de studio naar de gang op. En wij zien daar op 1,5 meter... zien wij daar Louis Jansen en Walter Derksen. Zien wij de Polonaise lopen over de gang. Op het liedje Wat vlucht de tijd van Los Papas. Ja, geweldig toch. En wat zover toch allemaal weer die carnaval willen vieren. Hè? En...
Ja, vergun het zie je. Ik gewoon er geen voorspellingen over doen. Wat denkst u ervan, Jacques? Ja, momenteel ziet het er net uit dat het vergeet werd. Nee. Maar ja, voor mij is het natuurlijk wel. De poefelen zitten, de sleutel overdraagt. Noem het allemaal niet op. Tuurlijk. En ik denk ook veel luid hele die dat ook missen. Of zijn er al het missen? Ik heb toch, ondanks alles, de nodige gasten de komende tijd. Hij de ruimte om in de Parkstad Cultuuragenda toch een beetje carnaval te promoten en een beetje te kennen vieren. Ik wil een beetje gezelligheid in de huiskamer brengen. En ja, wie kan ik dat beter doen met lui, zo wie ja. U die stemming maken. Dat is zo goed, dat moest ook blijven doen. Nee, ook als het niet zo doorgaan, toch belangrijk, omdat het is cultuurgoed, hè, de ja. Vastelovend. Ja. En ook lui, ze dus vertellen ze dat doet de hele wereld lui naar deze zender kijken. Hè, ja, ja. Duitsland, dus, Italië, Schweiz, ja, Angersie van de wereld. Daar is het nu vroeger morgen. De kangaroos in Australië, die kijken. Dat ja. Is bekend. Kunnen kangaroos kijken dan? Kangaroos, die kennen nog huppen. Hey, die kunnen ook nog springen. Hé hey, jongens, even spaas bijzijde. Los Papas. Wat kan er nog meer vertellen van Los Papas? Ja, misschien kan je Jacques vertellen, wat is Los Papas? Ja, vertel eens Jacques, wat is Los Papas? Het mooie aan Los Papas is, het is eigenlijk een groep met verschillende karakters, maar toch met één hetzelfde doel, is pas maken. Mm-hmm. En Gikkerinne had ook eigenlijk wel een functie binnen Los Papas. En de mama's zijn heen, wat? De mama's zijn heen. Dat is sowieso heel goed. Nee, maar ja, weet je, dit is gewoon een saamhorigheidsgevoel. Een gemeerjaard gezelschap die wat gewoon als de hoofddoel hebben. Spaas, plezier maken ook, niet alleen voor de lui, mm-hmm. maar ook zelf. Spaas en plezier uitdragen. En dat is wel belangrijk. En natuurlijk een groep die toch al de nodige jaren bijeen. Absoluut. Ja, dat klopt. En dat is ook een heel andere mooie ontwikkeling. Het waren eerst lui individuen die bijeen zijn gekomen. Mm-hmm. En het is een vriendenclub. En die vriendenclub die elkaar weet te vingen in dat goede en slechte tijden. Maar dat bedoelen die toch met. En dat merken ze met elkaar. Dat ze vermissen nu niet zoveel het optreden, maar vermissen BBA komen. Mm-hmm. Samen zingen, samen spassen, samen een putje bier drinken. Mm-hmm. En dat is wel echt wel het mooie ook aan Los Papas. En dus is dat ook, hè, bij optreden, dat er ook veel bij verzorgingshuizen. Mm-hmm. Die oude lui, die door toch een stukje vastelovend gevoel kregen doordat we door optreden, zingen, spas maken, al horen. Tuurlijk. Dan merk je dat jullie dan toch net dat sprankje aan die heuk van die mond dat omhoog gaat. Ja. En dan hebben ze de avond, hebben ze druk verdiend. Ja. Dat is prachtig. Ja. Omdat zo lui, om met al die toestellen met de lui, af en toe stapje voor stapje even naar links en naar rechts te drainen. Mm-hmm. Tof ze zingen, oude liedjes terug te halen die voor spontaan ter plekke gaan beginnen. Ja. En dat is toch wel de kracht van Los Papas, dat we dat kunnen blijven doen. Ja, ook als we alleen maar gaan zingen. Wat ook leuk is, dan kunnen ze in de dag daarna kunnen ze bij de Aldi. En zijn een vrouw met zo'n kerk is zich een bekieken. En hij heeft zich nog eens een bekieken. Jong, zegt hij, bist u een van de Los Papas? Ik ga de gisteren hier springen. Ja. Ja, en dat is wel leuk, hè? Dat is wel grappig. Dat is trouwens een leuk bruggetje naar de volgende plaat. Ja, precies. Springen. Ja, het gaat over springen. Wat kan ze erover vertellen? Ja, ik denk, we hebben nu inmiddels een heel repertoire van vier liedjes, eigenlijk. Maar ik denk eigen liedjes, hè? Eigen liedjes. Ja, eigen liedjes, ja. Absoluut. Ja. En we hebben mensen ook een medley opgenomen, waarover gewoon het extra plezier nog kunnen brengen met liedjes die je keer kent. Mm-hmm. Maar ik mocht echt wel stellen dat dit liedje is het beste liedje wat we ooit gemaakt hebben. Wat we ooit gezongen hebben, vanzelf niet gemak. Uit welk jaar is het, wist het zo? Afgelopen jaar. Afgelopen jaar. Afgelopen we zouden dat eigenlijk willen brengen op het LVK en op het hele liedjesconcours. Maar ja, de omstandigheden. Zag corona, is natuurlijk weer alles op de kop gezet. Ja. Dus hebben we maar een ijskast geplaatst. En, maar ja, bij al die flesje beer. Al die flesje beer. Moet koud blijven. Ja. Maar het is wel een liedje met een ontzettend hoog tempo. Mm-hmm. Maar wel met een boodschap van... Jongen, spring, ja. spring. Het is een snel nummer, Tibert. En ja, vier zijn ook erg snel. En voornamelijk snel mui. Ja, de Benjamin vooral. Maar het is wel een liedje wat energie geeft. Mm. Als ze ermee doen. Het kind het niet volgen. We hebben nu ook banners laten maken voor optredens. Ja, met de tekst. Het refrein kunnen metzingen. Ja, bekost zich dat allemaal? U zelf of hadden we sponsoren? Nee, doen we allemaal zelf. Ja. Doen we allemaal zelf? Ja. Ja, af en toe kregen we een paar euro als we optreden. Mm-hmm. Nou, dat geeft in een kas. Maar dat werd toch mis aan een putje weer goed gegeven. Ja. En alle andere kosten, dat proberen we samen te dekken. Ja, het is dat corona is gekomen. Het plan was eigenlijk om een tourbus te aanschaffen. En dat we dan met de welt en welter nee goed te maken. Maar helaas.
Het is, ja, door het beer en alle andere kwats, wat die jongen al niet nodig hebben. Ja. Ahoy, je hebt al geboekt, hè? Ja. Ahoy. Ahoy, hebben we bijna gevolg gekregen. Maar ja. Ahoy, hoi, hoi, hoi. Hoi, zei ze. Ja, daar had men in Limburg gestangen. Ja, pak ik maar, hè, door Erwin en het Beppie. En dus daar kent u er makkelijk bij. Hé, hey, jongen, vergun even springen. Jouw hits. Jouw nieuws. RTV Parkstad. Vaste loven moest bewegen. Dat maakt niets goed en boeit gaar niet. Ze helpen nu kwaal door de rug in. Dus doe let maar op wat hij nu doet. Het heeft geen oog of kop. Als we met u springen gus. Nu hadden we goed en flink. Spring maar op en neer. Papa's zullen er getuigen van. Hey, in de studio, kijkers en luisteraars. En de laatste minuut is aangebroken. Met dank natuurlijk aan Walter Derksen, Louis Jansen, door Timbert Lagarde en door Jacques Vinken. Mannen, wat wilt u? Alle kijkers en luisteraars van RTV Parkstad nog even met je even. Op die eerste plaats bedankt, Renier, dat we hier mogen zien. Ja, ja, dat we een carnavalsboodschap mogen brengen. Ja. Ja, Ludios, die denken dat is leuk om voor een avond ons te boeken. Dat kan info@lospappers.nl. Onder voorbehoud natuurlijk. Onder voorbehoud natuurlijk, ja. Van de grote hoofdletter C. Ja. Kunnen ze ook bellen, dan kunnen ze met de Louis terecht. Dan kan ik alles in de geur en kleur vertellen. Door Louis Jansen, ja. Alsjeblieft, alsjeblieft. En ja, probeer het genoeg. Ik denk dat we spas en plezier binnenbrengen. Jacques, moet ik het eraan toevoegen? Jacques, laat ze worden niet, jong. Want ja, toen is. Sowieso in deze tijd. Dat booster kent ze maar allemaal werpen. Als ze ons geboekt is, dan hoeft ze niks meer te boosteren. Dan kent ze gewoon verzingen wie een verrek en springen wie een gek. En dan kunt dat allen in God. Dat wil ik metgeven. En blijf allen in hoop houden dat het allen weer God kunt. Want het gaat echt goed komen, denk ik. En alle andere mannen van Los Papas, de groeten namens het complete RTV Parkstad team aan alle mannen van Los Papas. En blieft Reeg Leuven en Jan Dirk. Dankjewel voor de komst naar de studio. Ik ook bedankt. Dank, meneer. Adieu. Adieu.